staat. Gaan we door met NEC. Tim Vervoort uit Kuik vraagt zich af wat is aan de hand. Ik bedoel, de 17e plaats, daar hoort NEC er ook niet te staan. Of... Er is daar wel heel veel misgegaan bij NEC volgens mij. Wim Rip kreeg het ook niet aan de praat afgelopen week. Wim Rip kreeg alleen zichzelf aan de praat. Maar wat is er misgegaan, Hans? Ik zit te luisteren. Nou, dat is een heel ongedisciplineerd groepje met 3-4 vervelende jongens. Had Mario de laatste drie maanden was van Mario ook. En het schijnt zo geweest te zijn, Dwight Lodewegers die zwijgt. En dat is denk ik ook het beste om geen oude koeien uit de sloot te halen. Er komen er een paar jongens gewoon te laat op de ochtendtraining en te laat op de middagtraining. Dan is er toch geen probleem. Dan schop je ze toch een week of vier weg, die koekenbakkers. El Kabir was de witte dik. Ja, maar dat en die is, witte dik, dan schop je hem 8 weken weg. In de eerste plaats zijn het natuurlijk hele matige voetballers die ze daar hebben. Het zijn allemaal eenheidsvorsen. Er zit er niet één bij geen die geweldig mogen. Kan voetballen. Die Belg kan alleen ingooien. Die hebben ze voor de hoofdprijs gehaald. Ik heb hem nog niet op één goede actie kunnen betrappen. En dan hoor ik, hij kan zo geweldig ingooien. Ja, mag het. En dan hebben ze natuurlijk geen leiding. Er is geen leiding in Nijmegen. Er is een directeur, meneer De Zwart, of Zwart heet hij. Jacco Zwart. Ja. Een hele correcte man, maar niet de leider, het boegbeeld. Dan hebben ze Carlos Albers. Ja. Die roept in heel Nederland van ik ga Co Adriaanse halen, maar hij had niet eens zijn telefoonnummer. En we wisten allemaal al dat Adriaanse niet geïnteresseerd zou zijn. Dus de nummer 2 die nu komt is tweede keus. Ook geen boegbeeld, dat zijn geen bazen. Er is een rechtsbuiten die tekent de contract en geeft zijn ja-woord. En die gaat weg en die gaat proefspelen in Zwitserland of in Oostenrijk. Ja. Ja. En die wordt weer in genade aangenomen, want zo gaat dat in de voetballerij. Nou, kom op zeg. Er moet iemand opstaan die daar de baas is. Nou, er moet een trainer komen die de baas is. Er moet inderdaad een keer ouderwetse zweep overheen. Dat ze weten, ja is ja en nee is nee. Alleen met Jacco Zwart, wat voor de man absoluut pleit. Want na afloop waren er een flink aantal ontevreden supporters. Er schijnt ook met stoeptegels door de ruiten gegooid te zijn. Maar Jacco Zwart ging wel staan. Die liet niet zijn interim trainer gaan staan. Jacco Zwart ging staan met Carlos Albers. En dat pleit dan wel weer voor die mensen. Als Wim Rimp naar buiten gaat, weet niemand wie die meneer is. NEC heeft geen beter elftal als waar Roda verleden jaar mee in de problemen kwam. Ze kunnen in de problemen komen. Het is gewoon een heel kwetsbaar elftal. Ja. Maar er is toch achter de schermen een man die ze zo bij de hand zou moeten kunnen nemen. Lekker veel geld erin stoppen en dan ben je er. Natuurlijk is die de man er, maar de voorzitter van de NEC, van Delft, die heeft ook een hoop centjes. En maar die is geen voorzitter meer inmiddels. Die heeft natuurlijk nog wel wat in de melk te brokkelen. En die heeft ooit dus een conflict. Want twee van die rijke jongens, die krijgen dan onderling een soort jaloezie. Want de een is rijker dan de ander en zo. En dan krijg je dat gedoe van ik bepaal het en die ander wil het bepalen. Maar de Marcel Boekhoorn, waar we het over hebben, dat is een man. Die heeft iets heel gevaarlijks. Die heeft heel veel geld en is net zoals ik. Het enige verschil is dat ik dat geld niet heb. NEC-supporter. Ja, en, en dan ben je kwetsbaar. Want als NEC, als de businessclub of zo vraagt, of ze vragen, kom ballen oppompen, dan doe je dat gratis. Dan ga je langs, want dat is je club. En Marcel Boekhoorn, die heeft nog zo'n pak geld in zijn zak en die trekt ook nog zijn portefeuille. Alleen, zo'n man die moet je natuurlijk een beetje paaien en naar zijn zin maken en niet het stadion uitjagen. Want als je zo'n man binnen hebt, dan moet je er wel gepast gebruik van maken, want hij wil zo graag. Ja, even ertussendoor. Tom Knipping, je hebt een verhaal deze week met hem gemaakt. Ja, er was alle aanleiding om eens een keer een verhaal te maken. Want de man is inmiddels. Met Boekhoorn. Er is inmiddels al 10 jaar investeerder achter de schermen. Eind jaren 90 is hij al begonnen. En zonder hem zou NEC eigenlijk helemaal nergens zijn. Ja, hij heeft aardig wat geld, begreep ik uit de quote. 1,3 miljard is zijn vermogen inmiddels. 1,3 miljard staat hij. Op nummer 13 van de rijke lijst. Dan kan je het wel opeten, zoals Flemings krijgen, zeg jij, of niet? Ja. Nou, René, de investeerders zijn ook absoluut niet te spreken over de aankopen die de laatste jaren gedaan zijn. Neemt niet weg dat Boekhoorn wel bereid is om in januari weer opnieuw in spelers te investeren. Want hij heeft de clubleiding laten weten van dat hij zijn club... Ja, maar eerlijk is eerlijk. We hebben die Flemings gezien in de bekerfinale met KV Mechelen. Ik heb hem bij KV Mechelen veel zien spelen. En ik dacht werkelijk dat hij voor de subtop van Nederland, Utrecht, NEC, NAC, dat soort clubs, dat het echt een versterking zou kunnen zijn. Ja, Boekhoorn zelf denkt overigens een hele andere naam, hoor. Hij heeft al Elham de Wiel laten vallen. Heeft hij die echt laten vallen? De naam Co Adriaanse komt natuurlijk ook uit zijn koker. Ja, je moet je voorstellen, de man leeft in een hele andere wereld. Hoe heeft hij zijn 1,3 miljard opgebouwd? Dat is zo heel groot en heel snel te denken. Ik zal je een voorbeeldje geven. Hij heeft een eigen dierenpark. Dat is Oude Hans Dierenpark in Renen.
Nou, op een gegeven moment werd in Siberië werd het DNA gevonden van een mammoet. Toen heeft hij daar zijn team op afgestuurd. En die heeft hij laten onderzoeken of de mammoet tot leven gewekt zou kunnen worden. En is het gelukt? Zodat hij als enige in de wereld een levende mammoet in de dierentuin zou willen hebben. Nou ja, in dat licht gezien is het natuurlijk niet vreemd dat hij ook Co Adriaanse bij NEC wil stallen. Maar om aan te geven dat wat het niveau is waarop de man denkt. Ja. Maar Tom, is Marcel Boekhoorn, je hebt hem gesproken, toch? Ja. Is hij bereid om iets te doen, wat hij wel vaker heeft gedaan... in de vorm van een niet-Zeeland, wat geen succes was kopen? Of wil hij, om een populair woord te gebruiken, doorpakken zoals Van Zeumer? Jawel, maar je moet hem de ruimte geven. Hij werd misbruikt voor een transfertje. Van, er moest een spitsje komen en dan moesten ze geld hebben. Marcel, kun jij dat doen? En dat heeft hij een paar keer gedaan, maar er zat geen enkele structuur in. Er zat geen gedachte achter. En daar wordt zo'n man ziek van. Niet-Zeeland is gehaald. Nou, die is ook weer weg. Er is zo'n jongen uit Zuid-Amerika nog een keer. Barreto. Die is ook weer weg. Allemaal mislukt. En die man die wil alles wel. Maar je moet hem wel een structuur bieden. En NEC die moet op één ding heel goed letten. Joop Munsterman doet zaken met hem. Met het blad De Pers. Dat geeft Wegener nou uit. En Munsterman is de grote baas van Wegener. Dus Marcel Boekhoorn zat niet bij NEC. Maar die zat bij FC Twente, Ajax, want Joop Munsterman wil die centen ook wel hebben natuurlijk. Ja, dus Mario Been die golft met hem, die wil hem graag naar Feyenoord trekken. Want iedereen wil vriendjes met hem zijn. Maar die man die heeft natuurlijk, en dat is de kwetsbaarheid, een NEC-hart. Maar Tom, jij hebt nu met hem gesproken. Wat gaat hij concreet doen? NEC is natuurlijk wat Johan zegt, als de dood, dat hij ooit ergens anders gaat investeren. Want de man wordt natuurlijk dagelijks benaderd door allerlei mensen, ook uit het voetbal, die iets van hem willen. Ik bedoel, hij heeft een vermogen van 1,3 miljard. Dus dat is duidelijk. Wat NEC doet is hem voortdurend proberen te informeren, proberen bij het beleid te betrekken, zodat hij niet de deur uitloopt. Maar ja, jij wil weten, wordt het een nieuwe Van Zeumeren van de Kallen, Dirk Scheringa? Daar is hij heel duidelijk over. Dat wil hij niet. Hij heeft een intieme kring in de Skybox al wel een aantal keer laten weten van ooit ga ik iets doen met de club. Maar op dit moment wil hij gewoon op de achtergrond blijven en alleen investeren in spelers. Dus hij blijft op dezelfde manier functioneren als de afgelopen 10 jaar. De laatste jaren is de relatie met NEC wel wat beter geworden. Want wat Johan zegt klopt. In de tijd dat Van Delft de voorzitter was, wilde Boekhoorn veel sneller. Die wilde eigenlijk min of meer de club overnemen. Daar heeft Van Delft een stokje voor gestoken. Want hij heeft dezelfde filosofie als Munsterman. Hij vindt dat vele schouders de club moeten dragen. En dat niet één man het voor het zeggen mag krijgen. Dus toen was de relatie slecht. Van Delft is naar de achtergrond verdwenen. En de relatie met Aalbos en Zwart is wel weer... de relatie met NEC is op dit moment beter. Dus vandaar dat hij in januari ook weer opnieuw in spelers wil gaan investeren. Maar het is dus niet de bedoeling van hem om de club over te nemen. Dus we moeten het voorlopig eerst met deze spelers gaan doen? Maar het is wel zo dat NEC zonder Boekhoorn gewoon nergens is. Je moet je voorstellen, een begroting van 12 miljoen... 2/3 daarvan gaat op aan salarissen. De rest gaat op aan nog wat andere kosten. Dus er is geen enkel geld meer om dan op de transfermarkt nog een vuist te maken. Dus daarvoor hebben ze gewoon Boekhoorn hard nodig. Ja, een leuk verhaal heb ik ook gelezen. Hij heeft allerlei mensen op feestjes. Hij is onlangs 50 geworden. Nederlandstalig ook heb ik gelezen. Dus hij houdt van het goede leven. Misschien dat je een snabbeltje kunt hebben als karaokezanger bij. Nee, ik heb hem al een paar keer ontmoet op feestjes. Hij is uitermate gezellig. Je kan een prima avond met hem feesten wat dat betreft ook. Ik ken hem een heel klein beetje. Volgens mij heeft hij is niet op zoek naar het fenomeen bekende Nederlander worden. Ik denk juist dat hij een beetje angst heeft om te veel in de publiciteit. Het gaat hem goed zo. Ja. Hij laat zich maar NEC moet het voorlopig moeten met deze spelers. Mitchell Burgzorg hebben ze gelukkig genezen. Dus wat dat betreft, hè, toch? Of is dat jouw favoriet? Ja, heb je hem gezien dit weekend, Mitchell? Ja, dat ging even mis. Nee, dat ging mis. Zo'n jongen, kijk, dit ging al mis. Maar dan op een gegeven moment, dan. Nee, maar dan gaat er bij dat soort spelers, en dat is waarom bij NEC, dan speelt er te veel in zijn hoofd. Dit is gewoon rood en hier komt hij stapt ook over de bal hierheen. En dan wordt hij heel boos dat hij geel krijgt ook nog. Maar dat hoort er dan een beetje bij dan? Ja, ik had vanmorgen toeval met iemand op de radio, die zei dat ook. Die was er naar Twente geweest. Dat zei, ik zie zulke gekke dingen. Mensen die overtredingen maken en dan de grensrechter kapot schelden. Wat is dat nou? Ja, dat heeft toch te maken met kwaliteit. Het is te veel. Zo'n Burgzorg ook, kan het dan net even niet aan. Die gaat dan zulke soort gekke dingen doen. Als die bal met zijn linkerbeen proberen. Ja, we gaan het allemaal nog wel zien. Godvrees. De rest van de seizoen. Johan, zes goed. Even een dipje zo, vlak voor het interlandweekend. Zes goed. Het waren rare uitslagen. Hè? Sparta, Roda, NEC, RKC. Ja. Dat kan ik niet goed voorspellen. Nee, daarom. Dus, nou ja, goed, dit zijn ze dus inderdaad. Daar kan jij niks aan doen, Johan. Deze week daar kan ik niks aan doen. Daar kan je niks aan doen.